Een hele goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom op het Lisp, op het veld van KV Kortrijk. Straffe toeren en voor allebei smaakt het uiteraard naar meer. Kortrijk, maar goed, dat is ook een kwaliteit. Efficiënt zijn en Bourabia is dat eigenlijk al. Ook een imposant knieverband Torst, maar ook nu staat hij weer in de basis. De keuze van zijn coach Stanley Menzo, die nu bij Tim Wieland aan het woord is. En geen Julien Verkouter, die zelf eigenlijk al de vervanger was van Wamberto. Hashtag Sporting Live voor uw tweets. Paas van Liersen. Het is koud. Maar het zijn min of meer blote benen bij de cheerleaders. Is de juichende leeuw. Dat hij het Nederlands perfect machtig is. Tussen de krullen van Arjan Swinkels en de Pavic nog raakt. Ja, dit was een overtreding, zoveel is duidelijk. Hoefkes is nog soepel. Achterwaarts rechter komen op zijn leeftijd. Is koelen zonder blazen, denkt Jurie van der Velde. Maar Bruno hakt tegen zijn eigen voet en Losada. Meteen de goede bal op Tony Watt. Watt is voorbij Kouyaté en Van der Borre moest hem helpen. Dat was nodig. Goeie Gali. Bourabia. Hier is start furieus. Tony Watt. Jagne, daar komt hij en de geweldige redding van Kaminski. Dat zou een debuut geweest zijn. Je zag hem de bal aanvallen. Kouyaté, ja, die stond stil. Hier komt hij ingelopen. Ja, goede voorzet van Watt en inderdaad fenomenale redding. Voor Kouyaté komt hij. Dan gaan we zien waar die bal naartoe ging. In de ruimte. En dan laat Kouyaté zich verrassen door voor hem ook onbekende Diagne, denk ik. Daar komt Wils. Kan kaatsen voor Swinkels. Gillet. Hij is dan een spurt of drie bezig. Ja, dat is de meest verdedigende middenvelder die diepste man is om druk te zetten. Maar ze komen er toch uit. Veel rust aan de bal bij de ploeg van Stanley Menzo en goed voetbal. Losada. Gali. Wils, Losada, ja, het lisp geniet. Gali was bijna een uiting kwijt. Kouyaté levert in. Wordt dit een hoekschop? Jawel, derde hoekschop van de wedstrijd. Anderlecht laat zich op dit moment gewoon aftroeven. Goed balletje. Bruno Berezovski, eerste poging van Anderlecht. Bourabia. Bourabia kan trappen, kan hem ook meegeven aan Losada. Doet dat niet goed. Losada, aanval blijft lopen. Goed gespeeld en de voorzet van Jäger komt er nog uit. Nee. En daar zegt Stanley Menzo, ja. Pas achteruit. Heeft gelijk. Ja, wegtrappen staat echt niet in het woordenboek van Liese. En Gali. Kijk maar eens. In de eigen 16. Dit is met heel veel lef. Maar wel goed gevoetbald natuurlijk. Mensen eerst nog boos. Fantastisch. Losada, schitterende veeg. En kruipt voor Nazar die de overtreding maakt. Ja. En laat voordeel. Jammer dat hij geen voordeel laat, Jurie van der Velde. Want die Diagne was er voorbij. Ja, was ook weg van Kouyaté. En dan had die hele kaart nog wel later kunnen komen. Maar de aanval was niet stopgezet. Goede actie van Losada in eerste instantie. En dan het geel is terecht. Hier, schitterend op de middenlijn. Fantastische gedribbeld. Had ook wel heel kunnen krijgen daar als hij hier de Kouyaté. En dat moet hij laten voorspelen. Diagne is voor bij Kouyaté. Het was 2-1. Weg naar doel is vrij. Jammer dat Jurie van der Velde dat net iets te gretig floot. Schitterende aanval opgezet van in de eigen 16 bij Gali. Losada. De bal, Bourabia. Hens van Kouyaté. Die claimt, ja, ik krijg hem tegen mijn borst. Nagelbijtend kijkt het lisp toe.
Hoefkes nog in de muur gaan staan. Daar komt Lozada laag en een goede save en de goal van Diagne. Het is 1-0 voor Lierse en dat is verdiend na 25 minuten voetballen. En er heeft er eentje flink de pest in, namelijk Kaminski, want die had graag een verdediger als eerste zien opduiken. Ja, vooral Nuitink en Van der Borre die staan verwijten te maken richting mensen naast die muur. Niemand die Diagne volgt en ik denk dat het de taak was van Dennis Praat om dat te doen. Laten we eens gaan kijken. Hier Lozada. Nou, iedereen kijkt naar de bal, hoe dat die bal geparkeerd. Ja, niemand beweegt meer. De schacht, de zeeuw. Ja, de schacht in de muur. Een excuus daarvoor, dat is niet abnormaal, maar niemand denkt defensief. Dennis Praat hier. Nee, ja, hij stond erbij. Stond bij Diagne. En dat is een mooi debuut. En dat verdient hij ook wel. Verdiende voorsprong voor Lierse, de betere ploeg. Even kijken. Geen sprake van buitenspel. En zelfs Bourabia was nog mee. In het geval dat hij hem moest breedleggen. Lozada. Oef. Ja, die speelt echt met zelfvertrouwen. Onwaarschijnlijk hoe hij hier heerst op deze eerste 25 minuten samen met Gali. Dat doen ze goed, nu van Lier. Balbezit zorgen na zo'n ingooi. Diagne, die van de bal te zetten. En de goede oplossing gevonden. Open doekje voor de doelpunt te maken. Frustratie bij Gillet. Lozada, die is aan het dansen. Een schitterende bal op Bourabia. Dat was net iets te ver. Hier toch bij. Die goede vrije trap. Gali, goede bal. Swinkels met de kans. En weer Kaminski. De grootste kansen zijn voor Lierse. Hij weet het hoor. Kaminski staat daar aan de tweede paal. En Wils ertussen. Goed werk. Bourabia, weer Wils. Lozada. Even de versnelling voor de zeeuw kruipen. Goed balletje richting Bourabia. Links. Wacht, Korsjes. Gali. Korsjes laat lopen. Slim. En Gali. Daar is Korsjes. Afleggen voor Bourabia. Bourabia! Weer Kaminski. Diagne, het wordt een paas voor Jäger. Houdt hij die bal binnen? Nee. Najar. Aspirant lijnrechters op de tribune wilden allemaal de vlag in de hoogte in voor Hens. Maar nu zijn ze weer aan het voetballen en aan het combineren met Lozada. Lozada, gaat hij stiften? Nee. Een beetje uit evenwicht op het moment van zijn schot. Goed balletje van Gali. Okay. En wat? Dat is geen pintje. Oef, Lozada. Op de eigen 16. Ja, jammer. De paas te hard. Oeh, schitterende paas. Diagne laat zich aftroeven. Siriak vraagt. Siriak komt. Hoefkes komt ook. En de goal van Mitrovic. Nee, want Gali. Met de borst of met de arm. Mitrovic zal het lijken. Hens. In de draai. Goeie actie van Najar die van de Borre vrij speelt. En hier. Schouder. Dan gaan we beter zien. Nee. Geen Hens, leek me, maar even kijken. Nee, de schouder. En houdt zijn arm naast het lichaam. Poging tot omhaal. En Lozada, enorm werkend. En de fout van Vargas. En krijgt hij dan een kaart? Ja, ja, dat lijkt me logisch, ook al is het de eerste fout. Ja, dit is zo duidelijk. Van den Borre. Vargas. Mooi schot, heel mooi schot. Ja, een halve meter naast. Niet al te hard, maar bewust verste hoek zoeken. Te weinig krul, iets te weinig krul, maar Berezovski was er toch wel op tijd bij geweest, denk ik. Minder scherp en fris of minder energie uitstraalt. Bourabia en Wat over die actie echt aan het bakkeleien. Ja. Oei, oei. Gillet. En dit heeft Bourabia dus een heel aantal keren. Dat hij dat dan toch nog wint. Ja. Tony Watt! Het is 2-0. Guillaume Gillet leidt balverlies. Bourabia voor de vijfde keer, denk ik, dat hij er
na een twee bots toch mee aan de haal is. Goeie paas, schitterend afgewerkt. Ja, snel gespeeld van Bourabia na het balverlies van Gillet. Of tenminste het onderscheppen van Bourabia. Maar Tony Watt gaat geel krijgen, kijk. Ja. Omdat hij op de balustrade klom. Ja, maar dat zal een zorg wezen. Snel handelen, snel uitspelen van hier is het al ergste gebeurd van Gillet, maar dan voelt hij de schacht of de Nuiting komen. Kappen, Nuiting of Kouyaté te laat. Dat doet hij goed. Hup, snel zijn rechtervoet zoeken en schieten door de benen van Kouyaté. Dan heeft hij spits. Ja, schitterende goal. Één ding. Dit was goed van Bourabia. Nuiting toch ook te makkelijk. Ja, te slap zoals dat hij de eerste helft en twee keer eigenlijk ook al... Balverlies Gillet, daar begint het. Ja, het is niks. Niet verdedigen van Nuiting. Nee, schijnverdedigen, alibi verdedigen. Ja. Even het lichaam zetten, maar niet naar de bal kijken. We roemden net Wils, omdat hij dat wel deed. Dit is volledig het tegenovergestelde. Filip, toen hij eraf kwam, why? Why? Losada, slimme voorzet. Bijna de kans. En nog niet gedaan. Swinkels kiest eieren voor zijn geld. Een hoekschop. Applaus van Karel Hoefkes voor de bal van Losada. En weer. Het moet zijn dat hij er niet meer bij is volgende week. Slim balletje Mitrovic. De Zeeuw met een schot. En Rzowski. Even was hij bang hoor. Goeie Jagne. En nog eens. En Bourabia. Daar is daar in de achtervolging. Tony Watt tegen Van den Borre. Kouyaté niet in de buurt. Lukt snel, dit? Hoor. Watt is zeer snel. Watt komt weer naar binnen. Watt. Van den Borre goed verdedigd. Ja, schitterende actie van Watt. Was hij duizelig? Iets naar rust? De schacht. Gillet. Vargas vraagt. Komt bij de bal. Heeft een goed schot. Vargas. Berezovski. Net niet venijnig genoeg om echt gevaarlijk te zijn. Oh, die hier even aandachtig zijn. Losada met de bal aan de voet. Gewoon sneller dan de rest. Gillet. En Najjar. En rust gehouden. Bourabia moet binnenhouden. En doet dat middels de sliding. Jäger. Losada. Anderlecht blijft passief. Blijft. Dat kan je toch niet over je kant laten gaan. Nee. Als ze bij Anderlecht voetbal dat ze wandelen. Die van Liersen. Een beetje voor schut gezet worden. Hè. De dertiende in de stand. Op dit moment tiende. En zich in de kleedkamer durf vertonen. Maar wat belangrijker is, zich waarschijnlijk veilig stellen. De bal net naast en niet gevlacht. Tony Watt. En Korsjes torent er bovenuit. El Messaoudi troeft Gillet af. En doet dit goed. Tony Watt. El Messaoudi is mee. Watt op de zeeuw af. Ook Najjar. Nuiting. Ach, echt spurten kan je het niet noemen. Maar goed. Is zo. Ja. Nou, oké, okay, zeker tegen Club Brugge kijk je niet in de bek. Dat is ook wel waar, maar... Bal kan ook nog moeilijk anders. Zij zijn zeker. En terecht. En dit... draait goed uit voor Liersen. Ja, er gebeurt het wel meer. Safe, goed blijven kijken. Rzowski. Kaminski. Laatste trap van de wedstrijd. Jawel, Jori van der Velde fluit af. Anderlecht verliest met 2-0 op het veld. Van een goed, sterk, knap Liersen. Maar Anderlecht... heeft een non-wedstrijd gehad en zijn manschappen Liersen verdient deze zege. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Niet alleen gretiger, ook beter gevoetbald. Meer oplossingen gevonden. En Paulet die denkt... Huh? Ja. Ja, tuurlijk. Als je zo een wedstrijd speelt, op het moment dat je je kans krijgt, dan... verdien je niet beter. Daar staan ze bij elkaar om spitsroede te gaan lopen bij de supporters. En die maken heel erg duidelijk wat ze daarvan vinden. Ontgoocheling alom bij Anderlecht en vreugde bij Liersen. Dat een fantastische match achter de rug heeft.
schitterende eerste helft. In de tweede een beetje achteruit gekropen. Maar altijd blijven voetballen. Altijd oplossingen blijven zoeken. En altijd oplossingen gevonden. Wie wil er praten bij Anderlecht? Dat valt nog te bezien. Niemand, zo lijkt me. We kunnen naar Tony Watt bij Tim. Tony Watt, game against the champions of Belgium. This was easy for you. I wouldn't say it was easy. They had a good opposition, but we did well and we've been working hard up. Soms was er ook te weinig inzet gewoon bij de spelers. Ja, dat is niet aan mij om daarover te oordelen, denk ik. Maar ja, kijk, ik geef altijd het beste van mezelf en ik hoop dat de anderen dat ook doen natuurlijk. Nu is dat goede gevoel dat jullie vorige week hebben gepakt tegen Club Brugge, dat is nu weer helemaal weg. Ja, dat zeiden we ook voor de wedstrijd dat we hier moesten winnen voor het goede gevoel dat tegen Club Brugge te behouden. Maar ja, dat is nu niet het geval, denk ik. Oké, toch bedankt voor de reactie, Thomas. Ja, ik ga een poging doen om Tony Watt te vertalen. Mark, help me als ik het volledig verkeerd begrepen heb, dat prachtige schots. We kunnen van iedereen erop alles vallen. Veel wijzigingen lagen daaraan, vroeg Tim. Nee, dat doen we altijd. We hadden een paar half geblesseerde jongens die niet 100% waren. En als je niet 150% bent, ja, dan lukt het niet op dit niveau. Inderdaad, als we gezien hebben, zeker de eerste helft, hoe goed Lierse voetbalde over de grond, dan lag het zeker niet daaraan dat het veld te hoog. En dat is logisch, hij mag trots zijn en hij heeft een toch wel vrij scheve situatie. Ja, helemaal recht getrokken. Ja, je kan winnen van Anderlecht, maar ook met goed voetbal. Durven aanvallen bij de keel grijpen, zegt hij, hebben we met z'n allen besloten. Dat deden ze ook. Ja, maar ook voetballen van achteruit, ja. Onder druk van Anderlecht, bij momenten eruit komen. Die aanval die we getoond hebben, de eerste helft, was voortreffelijk. Met